Teun Rooks van restaurant Lives. Wat is het succes van de brouwerij? Ik denk dat het succes van de brouwerij is dat de hele happening rondom Beterswagen op Koninginnedag de brouwerij daarin meegenomen is. Dus 10 jaar geleden is dat bedacht door samen met een paar andere collega's en een goede vriend van mij. Kom je voor speciale gerechten of maakt het dat net zo vol uit? Ja, je ziet je altijd even wat lekkers uit, hè? Want de wist van tevoren net wat er is. Maar dat, ja, bij welke standje als je kiest, ze maakt je alle hebben lekkere dingen. Jawel. Met een rood pintje. Nou, het succes van deze brouwerij is dat het eigenlijk een soort Liesbuurtfeest is. En Beterswagen is bekend wel om de culinaire hichtepunten. En dat werd je verzameld op deze brouwerij. En nou, mijn goede doos is mooi waar erbij. En een prachtig gezellig hier. Het is gewoon echt een buurtfeestje in wezen. Maar niet hier op het terras. Nee, volgens mij niet. Ja, alsjeblieft. Ja, alsjeblieft. Ja, alsjeblieft. Ja, proost dan. Hè. Een stuk spontaniteit van iedereen naar de mensen toe. De mensen vinden het fantastisch en het is elk jaar drukker en drukker en drukker. Dus het is gewoon echt altijd een klapperend succes. Hartstikke leuk. Wat ben je in specialiteiten? Nou, sinds kwart hebben we bij mij hebben we garnalen erbij. We gaan nu de tempura garnalen erbij. En die is er op het hoekje en die verkepen we, Joet ik.